ja, lippen ze naar halen laatst, weet je wel. Waarom was dat er dan? Ja, willen vervelen mensen zich niet, dan gaan ze ook niet vechten. Zo kan het ook. Oké, ik heb okay. Met allemaal dingen. Schoen, ja, ja. Oh, oké. Okay. En groot okay. Maken en oh, kleiner. Nu begint een beetje te snel. Kan je nou ook zo... Hey, je vliegt zomaar weg. Ja, wat prachtig. En yes! Wat stond er vroeger op deze plek? Een winkel? Een school? Of? Test je kennis met deze quiz. Dus ik ga ervan uit dat dit goed is. Antwoord is goed. Weer 10 punten. Voilà. Ja, jij wel. Normaal. Natuurlijk kun je ook van achter je computer reizen door de provincie. En zelf materiaal toevoegen. Bijvoorbeeld over je eigen woonplaats. En dit is de studio, waar je met een hele groep de geschiedenis van jouw stad of dorp kunt beleven. Een programma dat speciaal is samengesteld voor jouw groep. Bijvoorbeeld voor een uitje met de personeelsvereniging, een schoolexcursie of een bijeenkomst met ondernemers. Applaus voor de secretaris. Ja. Het nieuwe Drents Archief. De plek om de geschiedenis te beleven. De plek om je eigen geschiedenis te ontdekken. Of om samen herinneringen op te halen. Je eigen dorp, je eigen streek. In het Drents Archief, maar ook thuis of buiten. Op pad met je mobiele telefoon vol inspirerende beelden en verhalen. En daar kun je je eigen verhaal aan toevoegen en delen met anderen. En zo maken we samen de verhalen van Drenthe. Die van toen en die van nu. Welkom in het nieuwe Drents Archief.